Gisteren werd de kanon van de Nederlandse televisie gepresenteerd. En we praten daarover met regisseur en tv-deskundoloog Bert van der Veer. Bert, goedenavond. Dag, Koefnoen. Wat betekent tv voor jou, Bert? Ja, ik ben tv. Ik ben Mr. TV. Ik adem tv. Ja, Bert stinkt uit zijn mond naar tv. Van zijn pijp tot aan zijn aanbijen is Bert tv. En wat vond jij van de kanon? Ik heb natuurlijk leuk gescoord. Met Top Op, Goede Tijden, Slechte Tijden, Barend en Van Dorp, Pauw en Witteman. Als ik niet zo bescheiden was, dan zou ik zeggen, ik ben in mijn eentje een kijkcijfer kanon. Ja, maar Pauw en Witteman staan er niet in, dat zijn Barend en Witteman. Ik ben even met die mensen in gesprek, liever. Mijn Bert is de Steven Spielberg van de talkshow. Ieder gesprek in mijn leven wordt automatisch een klein talkshowtje. Hoe bedoel je dat? Nou, stel ik zit met familie aan tafel. Dan denk ik al vrij gauw, mijn god, wie heeft die gasten uitgenodigd? Heeft dat meisje van de redactie weer zitten slapen? Ja, mijn Bert is nogal snel verveeld. Nou klinkt het net of ik niet geïnteresseerd ben, Jut. Ik kan heel goed luisteren. Ja hoor, maar vooral naar jezelf. Maar is dit nou het beste wat 60 jaar tv heeft opgeleverd? De kijker heeft gekozen en de kijker heeft altijd gelijk. Nou, de kijker heeft vooral gelijk als hij het eens is met Bert. Hou nou eens even je mondje, poes. Je geouwe hoer is in je eigen programma een stuk beter te verteren. Zijn de slechtste fragmenten eruit geknipt, dan kan je het geluid uitzetten. Is die kanon niet vooral de keuze van mensen die lol hebben in van die internetverkiezingjes? Nou, wereldschokkend programma als Big Brother kan bijvoorbeeld er niet in voor. Nou, precies. Nou, dat vond ik dus ook, Bert. En Waldo de La Belle en Bananensplit ook en de Lama's ook. En hoe heet dat programma? De Weekendquiz. Bert, ken je dat nog? De Weekendquiz stond er ook in. Met die beest, met die knaag die... Snak zo langzamerhand naar een lekkere, lange commercial break. Nee, waar Marmot, ik weet het. En had je hier André van Duin, had je daar Sjaakie Zwart. En ken je dit nog? Wie neemt de monitor? Ik neem de monitor. Dit is mijn... Oog. Een muis eet? Kaas. Jij smeert mij graag in met... Als de kijkbuis het hart vervangt, dan is de ongemonteerde werkelijkheid niet te verteren. Harry Mulisch, niet voor niks ook een pijproker, heeft ooit gezegd, ik ben de Tweede Wereldoorlog. Ik ben 60 jaar, even oud als de televisie. Ik kan met recht zeggen, ik ben de televisie. Goed, wij gaan je uitzetten dan, Bert. Zeg, waarom hebben jullie Han Pekel eigenlijk niet zelf gevraagd voor dit gesprek? Ja, het is een budgettaire kwestie. Dan heb je voor één rol twee acteurs nodig. Aha. Gaan wij een drinkje doen? Is goed, poes. Oh, wat stink jij weer uit je mond naar Nederland 3. Goed, dankjewel, Bert van der Veer. Tot ziens.